Tum-tum. Wat een man. Mensen, welkom. Vandaag zijn we hier eindelijk. We zijn eindelijk met de rebounds van 6 weken geleden. Ik heb geen tijd. Zullen we nog die 5 euro doen of zullen we die gewoon echt mee kappen nu? Nee, kap. Nee, we kap. Waar gaan we voor? Wat ben ik echt geworden? Zo, het is echt goed dat ik naar de keer. Ja, ook ja. Als je alle potjes had gespeeld, dan was je net, viel je net buiten rang 2. Net. Mensen, welkom. We zijn hier vandaag met Matty en we gaan de rewards openen. Ik heb 12 packs, hè? Ja, je hebt ook nog draft, weet je nog? Oh ja. Open jij maar. Nou, dan ga ik ondertussen vertellen tegen de mensen. Je hebt al geklikt. Ik heb al geklikt. Ja, dan, hoezo open ik dan? Ja, gewoon vanaf nu. Dan ga ik tegen de mensen vertellen wat ze kunnen doen deze week om kans te maken op Belgische codes. Vanaf nu op Ik Word Te Goed. Ook Belgische codes en PlayStation Plus. Jawel, Belgische kijkers die geen 4 punten willen kopen, maar iets anders zoals Fortnite skins of zo, weet ik veel. Ja, je kan alles meekopen in de store. De store is groot, hè? De store is groot, ja. Ga naar ikwordtegoed.nl en ja, dan spaar je voor te goed punten. En dat is goed, want dan zijn heb ik als SingStar opnemen. Ja, mensen, abonneer op mijn kanaal. Anders word je eenzaam. Anders word je eenzaam. Deze heb je al gebruikt, toch? Ah, ja. Maar die werkte wel kijk, goed. Kijk. Gulaski. Gast, die is 85, gast. Voor een untradable 15k-pack. Ja, boeien. Gast. Ja, maar waarom open je nog als jou echt niks boeit wat je krijgt? Oh, Kevin Lee kaart. Ah, kap. Als iets je niet meer boeit, waarom open je dan nog hier? Deze open ik dan niet, maar Eddie. Wat wil je packen? Een eiken of zo? Ja, komt die. Oh, er is die. Ja. Onana, geef die vlag uit Cameroen. Eriksen. Eriksen! Noem maar niet. Ja. Ja, lekker zeg. Ben je hier wel blij mee, of niet? Ja. 89. Wat tradable. Pack Koning heeft weer Eriksen once again. Pack Koning is back. Nou, Pack Koning. Ik ben nooit weg geweest. Hey, maar is dat een 15k-pack? Nee, 35. Oh, oké, sorry. 35. Maar hij is untradable. Maar voor de mid-icon is Vasilis straks gekomen. Ja. Dat is een goeie, hoor. Ja. Blauw. Het zou Sissoko kunnen. Het was geen borden. Nou. Oh, die kan ook in je team voor. Dang. 15% food. Vieze vet is. Hey, maar als jij niet Berghuis krijgt, ben je gewoon. Goud 1, hè? Maar 5000 munten ben ik blij mee, Huts. Wie is er in 1 voor? Salah. De Bruyne, 94. Oké. Okay. Berghuis, 83. Okay. Die ga ik pakken nu. Oké. Okay. Berghuis. Ik heb nog Berghuis. Geen 1 goede speler. Ik ook niet, ik heb nog geen goede. Javinho, ja. Ja. Missy Mark. Hey, ik heb nu misschien genoeg packs voor een 86 plus. Nu wel, ja. Behalve als je 2 keer dezelfde gaat kiezen als bij mij. Vuile kwal. Dat zou ik nooit doen. Ja, komt ie. Berghuis, die ga je niet inleveren. Ja. Lekker. Hij heeft hem. Hoppakee. Hoppakeetje. Maar heb ik er genoeg, is de vraag. Heb je Ian Rush in de spits? Wie stond er in de spits? Oh, is. Wat is dit nou? Ian Rush. 20 teamgeest. Je kan ook wel een keeper op doel zetten, gewoon. Dan ben je er al. Oké, kom op. Kom aan, kom op. Oh, wat een poepzooi. Oh ja, wij dalen. Dit is slecht. Ik heb wel linken met Berghuis en Van Dijk. En Van Dijk, ja. En Dumfries. Dat was weer een leuk segment in deze video. Ja, leuk segment. Nu gaan we door naar 100k packs. Ik heb nog steeds wel hype voor 100k packs. Ja, nou. De eerste man. Ik hoop voor jou een nominietje, want dan, ja, dat is gewoon leuk. Dat is gewoon leuk. Ik hoop eigenlijk de Centurion, want dan kun je daar weer een hele weekend league mee spelen. Dan heb je weer content. Ja. Oh, dit is de slechtste vlag die ik kan hebben bij borden. Canales, Sarabia. Nee. Oh, het is echt heel slecht. Hoe kan dit nou? Kom op. Boom, kom op. Ik word hem af. Ik voel het. Voel jij het ook? Ik voel het ook. I feel it. Die cadeautjes zijn wel echt leuk, hè? Kom op. Nee. Ja, inform. Inform. Berghuis. Oh, nee. Dat had nog wel leuk geweest, ja. Ik ken die gast niet eens. Campagne. Daar heb je wel erbij. Deze video wordt gesponsord door... Oh. Aspas. Het is ineens die Aspas 85. Ja, de hele tijd al. Het is gewoon 9k, hè. Ja, daar doe ik het niet voor. Ja, dat doe ik wel voor. Die borden spelen van 9k in de titel. Dat scoort natuurlijk niet, hè. Misschien wel. Wie weet. Als je echt basie bent, dan doe je dat nu, hè. Borden spelen van 9k in de titel. Kijk, als je dan views had, dan ben je de man. Dan ben je echt relevant. Kijk, dat jij views had met die schreeuwtitels van je, dat is niet knap. Dat zou ik het doen. Borden spelen van 9k. Ja, en dan kleine letters allemaal. Als je dan de views had, dan ben je echt een mannetje. Oh, mensen. Ja, nou, dat is fantastisch. Ik ben fantastisch. Dat was niet. Maar na de rewards heb ik iets leuks staan. Ik heb namelijk deze speler vrijgespeeld. Hoppakeetje. Ante Rebic. En dit is oprecht een kaart. En jullie kunnen hem niet meer doen nu. Want jullie zijn te laat. Aangezien het een Futmuskaart. Een lekkere Futmuskaart. Mijn team ziet er nu nog steeds zo uit. Ik moet echt een ander team. Want ik word helemaal gek met dit team. Ik ga dood. In ieder geval, dit is echt een, ik denk oprecht, als je hem kijkt, hoog normaal work rate, 4 star skill move, 4 star weak foot. Ik zak steeds langer mee. Help. Ha, daar ben ik weer. In ieder geval, met dit team ga ik even 1 of 2 potjes doen, want ik denk oprecht dat dit mijn nieuwe super sub gaat worden. Dit is echt een topkaart. Ik kom tegen dit team.
Wat een makkelijk team om het tegen te spelen, zeg. Dat is niet helemaal waar. Ik ga waarschijnlijk verliezen, maar... Hartstikke ideetje. Smikkelen en smullen. Ante Rebic. Ik ben echt benieuwd hoe hij speelt. Zijn stats zijn oprecht heel goed. Hij heeft 93 pace. Dat is echt fucking... Scheids... Maar dat is echt goed. Ik speel deze week trouwens geen Weekend League. Volgende week wel. Ik speel volgende week een hele speciale Weekend League zelf. Maar daar kom ik later op terug. Als je daar naar uitkijkt, laat het zeker weten. Ik zou er zeker naar uitkijken als jullie wel. Want het is echt leuk. Het is ook nog nooit gedaan in Nederland volgens mij. Dus het is heel leuk. Leuk. Ah. Oh. Rebic. Boom. Wat een schot. Wat een slecht schot. Je vierst de weak foot, gek. Wat is dat nou? Wel goed weggedraaid moet ik zeggen. Laten we de positiviteit erin houden. Rebic, boom! Oh, dat is best goed. Jammer. Maar is die Rebic oprecht wel goed, hoor. Oprecht wel een aardig spitsie, denk ik. Ik denk oprecht dat ik hier helemaal niet verkeerd aan heb gedaan om hem vrij te spelen. Denk ik. Oeh, I'm running. Jongens, het gaat al niet gebeuren. Het zal al niet dat ik een keer een potje ga winnen in Division Rival. Natuurlijk wel zo. Nu is iedereen natuurlijk Weekend League aan doen. Dat is natuurlijk ja, voor mij een enorm voordeel. Want iedereen die een beetje FIFA kan, doet nu Weekend League. En een beetje de slechte mensen, weet je wel, zoals ik, die blijven over. Deze gast is echt nog zoveel slechter dan ik ben. Dat is echt heel knap. Wat is deze gast slecht? Ah, goed, ik ben ook slecht. Ante Rebic, deze. Hop, draait goed weg. Ante Rebic. Ah, recht op de keeper. Echt slecht. Hij was op het WK 2018. Was hij echt goed? Toen was heel Kroatië echt goed. Dat is echt niet normaal. Ik hoop echt dat ze toen het WK gingen winnen. Maar ja, toen kwam Frankrijk. En ja, die waren nog wat beter. Ja. Krijg je van de. Oh, wat een fout. Hij maakt een fout. Goed. Dat is niet heel goed. Ah, hij is sterk, hè, Rebic. Hoppakee. Niemand pakt de bal van hem af. Ja, oké. Wietsel wel. Ja, Wietsel wel. Maar ik zou ook de bal laten afpakken door Wietsel. Want straks breekt hij je been, hè. Dat kan gewoon. Hop. Ante Rebic. Boom. Ah, die Neuer, jongen. Hij is niet echt clinical, zoals je kan zien, mensen. Dat is jammer. Rebic. Hij heeft wel flink wat schoten gehad, nog niet gescoord. Dat is niet goed, hè. Nee, dat is geen goed teken. Oké, hij gaat mee verdedigen. Nou, hij hoort gewoon sneller te zijn dan Sancho. Dus dat weet ik trouwens niet. Nee, dat is trouwens niet helemaal waar. Volgens mij ben ik hier klaar. Mensen, het spijt me. Ik ben hier aan het liegen. Het spijt me zeer. Alle Prime Icons zijn nu in packs. Is dat even smullen? Als ik jullie was, zou ik de goedpunten halen. Ik wil de goedpunten doen. Waar we tegenwoordig nu ook iTunes kaarten verkopen. En Belgische PlayStation kaarten. Als jij in België bent en PlayStation kaarten wil kopen. Dan kan het nu ook. Ik wil de goed. Nee. Nee. I don't like this. Mijn verdediging is zo. Hé? Mijn verdediging is echt zo slecht. Hij gaat hem afleggen. Ja, ja. Ja, ja, dan zit ik gewoon rustig tussen. Jawel. Geen enkel probleem. Hoppakee. Naast. Ha. Dit is goed. Dit is heel goed. Dit is heel goed gevoetbald. Onder andere door Anton Rebic. Ja, dan tweede paal staat daar helemaal vrij. Dembele is gewoon een goal. Ja, natuurlijk. Geen enkel probleem. Staan we 1-0 voor. Kijk, jongens. Je moet af en toe ook gewoon een keer niet op Rebic gaan. Hij heeft gewoon een goed aandeel gehad in de aanval. Mooie voorassist. Jazeker, jazeker. Tot nu toe, ik zweer het je. Normaal gesproken speel ik dus met spelers die echt slecht zijn in de spit. Behalve Zidane, de keeper. Die was echt heel goed. Maar deze Anton Rebic is oprecht wel gewoon een keer een goede speler. Mag ook wel als je kijkt. Die stats. Hij kost ook gewoon 100.000 coins. Dus ja, dat is wel veel. Ik heb een Mares ervoor ingeleverd. Wat staan we dan voor rust? Heerlijk voor. I've got bills. I need to pay. I need to work. Every day. I've got mouth. I got feet. Ah, de autotune, helaas. Niet aanwezig. Net als bij eenzaam. Kom op. Oh, wat een bal, jammer. Wat een slechte aanname, niet normaal. Mensen, ik wil wat nieuws gaan introduceren in mijn video's. Zoals jullie weten, mijn video's zijn zeg maar video's. En dan daarna komt altijd de outro van de video. En dan kan je op een nieuwe video klikken. En ik wil na die outro, ga ik tegenwoordig vanaf nu een mop doen elke video. Dus heb jij een leuke mop voor mij, stuur hem even op Insta DM. En misschien ga ik hem vertellen in mijn video. Ik ken wel een aantal mops, maar... Mops? een aantal moppen, maar niet, ja, 100. Maar dus blijf vooral kijken naar de outro, want dan zit er een mop. Ja, 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 sluip hem maar in. Het maakt me niks uit. Zolang je niet schiet. Kan je ook niet scoren. Nee, nee, nee. Ah, oh, nee. 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 Ik daag ook weer uit. We slaan dit op. Wat een poepzooi. Jongen. Triest. Echt triest. Besef wat ik zei. Want ik kan misschien eindelijk een potje winnen. Het gaat gewoon waarschijnlijk weer niet gebeuren. Ik ga gewoon weer gelijk spelen. Toch triest. Ik kan gewoon niet meer winnen. Dus goed. Ante Rebic beukt er doorheen. Nee, beukt er niet doorheen, want hij heeft de bal kwijt. Ik ga gewoon weer gelijk spelen. Het is niet normaal. Hij zit gewoon achterin rond te spelen, deze gast. Hij staat 1-1. Nee, hij staat niet voor, toch? Nee, hij staat 1-1. Ah, nee. Lekker, goed geblokt. Nu counteren. Lekker. Hop, goed. Terug, lekker, terug. Goed, door, goed. Nee, waarom dan met de hak? Ik moet niezen. Niet het moment. Moment nu. Ah. Nee, ja, nee. Oh nee, ik wilde me schieten. Oh, nee. Buitenspel. Ah. Ja. Ante Rebic. Ante. Nee, pak hem. Nee.
Oh, wat een kans. Onze net voor tijd. Ah, goed achterin gedaan hoor. Echt goed gedaan. Heb je weer een puntje binnen? Yeah, puntje. Wat een mafcase. Haha, GG. Ik had je sowieso de win gegund. Nou, gun dan die win. Je bent een soldaat. Je moet alleen 3 halen. Anders ben je slecht. Hoezo kom ik nou weer tegen jou? Dikke vette huts. Dikke vette huts. GG, sorry voor de rebound goal. Wat is dit? Oh, ik ben blijkbaar geragequit. Mensen, bedankt voor het kijken in deze video. En ik zie jullie na de auto met een goede mop. Hey, doei. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn timing was op beat. Een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de dubbel in. Kom BTC, niet voor later een verdubbeling. Oké, mensen, de mop van vandaag is: een man staat zijn auto te wassen met zijn zoon. Kan je de volgende keer geen spons gebruiken?